Voorafgaand aan de wedstrijd Jong FC Groningen Jong Feyenoord is er een meet and greet in Ureborg met spelers en trainers van FC Groningen. Spelertjes van het D1-elftal van WVV uit Winschoten wonnen de verloting die was verbonden aan de kaartverkoop en krijgen nu de gelegenheid om handtekeningen te scoren. Van wie allemaal? Van Edwin van der Looy, Burnett, Kaphof, Kwakman, Sparf, noem ze maar op. Of om hun idolen te interviewen. Welke plaats denk je dat FC Groningen gaat eindigen? En daarbij is een goede interview- en microfoontechniek belangrijk. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Met jou ook? Sommigen krijgen daarbij hulp van spelers. Ja, gaat wel goed. Ja, oké. Okay. Of van de verslaggever. Kan je nog één keer de vraag opnieuw opstellen? En dan, beetje harder? Ja, even harder en dan moet je hem hier houden. Ik sta voorstoppen. Voorstoppen. En jij? Nou. Ik ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Op welke plaats denk je dat FC Groningen gaat eindigen? Ik denk toch dat we voor tot de eerste zes gaan proberen te eindigen. Hij moet nog even op gang komen. Ja, ik weet niet zo vragen. Op welke positie sta je? Ik zelf sta nu op het moment rechtsbuiten. Ik denk niet dat we eerste worden, nee. Nee. Hoeveelste denk jij dan? Ik denk tussen plaatsen 5 en 7. Oké. Je favoriete speler interviewen vergt veel lef. In het shirt van de tegenstander verschijnen ook. Hoe durf jij in zo'n shirt hier binnen te stappen? Ja, echte supporter die durft overal binnen te stappen met zijn Feyenoord shirt. Maar gelukkig zijn er ook nog FC Groningen fans. Sinds wanneer ben jij voor de FC? Sinds toen ik 5 was. En hoe is dat om hier zo te zijn nu? Leuk, maar hartstikke leuk. Heb jij wel iets met FC Groningen? Oh jawel, ik vind het geen domme club of zo. Maar ik heb jou nog geen handtekeningen zien vragen aan de spelers. Of hoef je dat niet? Nee, ja. Hoef ik niet.